Land- en tuinbouwers hebben zelf oplossingen in handen om hun bedrijf klaar te maken voor de toekomst. Inspelen op het veranderende klimaat is daarbij heel belangrijk. Hoe omgaan met extreem droge en extreem natte periodes? Dankzij het landinrichtingsproject Waterlandschap van de Vlaamse overheid zijn op 14 verschillende locaties in Vlaanderen lokale samenwerkingsverbanden opgestart om wateruitdagingen aan te pakken. De Mechelse groenteregio is daar één van. Met aanvullende steun vanuit PDPO werd een sterke gebiedscoalitie op poten gezet. In die Mechelse groenteregio is volgrondsgroente biolandbouwer Jan Heijerman actief. Hij heeft 3 opeenvolgende zomers te kampen gehad met extreme droogte. Om die steeds vaker voorkomende droogteperiodes te counteren, legt hij momenteel een bufferbekken en een natuurlijke poel aan. Hier komen 2 poelen. Een groot reservoir van 6 meter x 8 meter met water of voor het biobedrijfje. En daarnaast een poel van 6 meter x 6 meter voor de natuur. In de winter hebben we heel wat neerslag en dan had ik eigenlijk water in overvloed, maar eigenlijk heel weinig waterbehoefte. Dan ben ik eigenlijk aan het nadenken geweest, ik zou dat water op een natuurlijke manier ook weer met de natuur mee willen opslaan. Zou ik niet kunnen komen tot het graven van een poel waar ik water in kan opslaan? En dan ben ik in gesprek gegaan ook met mijn buurman, die zei eigenlijk het water dat op mijn dak, het regenwater op mijn dak, ik doe daar niks mee. Dus als je wilt, leiden we dat via een buizensysteem naar de poel. En op die manier is er eigenlijk een mooie samenwerking ontstaan. En ik schat wel in dat ik op een winter voldoende water kan opslaan om een heel jaartje mee rond te komen. Ik ben gigantisch blij en ook heel dankbaar met de steun van de proeftuin Katelijne Waver, project Waterlandschap, de provincie die eigenlijk mij er heel goed in hebben gecoacht en gezegd van kijk, dat zijn de do's, dat zijn de don'ts en zo. En er zijn voor mij ook heel veel zaken dat ik mogen ontdekken heb daarin, die wel heel waardevol zijn. Vooral de samenwerking tussen boer en buurt springt hier in het oog. En samenwerkingsverbanden, dat is ook waar de provincie Antwerpen verder werk wil van maken. Ja, we moeten die doen. Hè. We zijn terechtgekomen in periodes waar er ofwel veel te veel water in één keer valt, ofwel veel te weinig gedurende een hele periode valt, zodanig dat we 1 ruimte moeten hebben om water op te vangen en 2, ja, dat we op het moment dat we water tekort hebben, dat we dan opgevangen water hebben om te kunnen gebruiken. Dat kunnen we aanpakken met deze gebiedscoalitie, waar dat verschillende partijen, land- en tuinbouwers, bedrijven, dorpsbewoners en al wie dat het water, het landschap of de natuur beheert, samenwerken. Samenwerken, dat is de oplossing. Samen kunnen we oplossingen bedenken en kunnen we komen tot resultaten. Een goed waterbeheer is dus belangrijk. En dat heeft boomkwekerij Op de Beek in Putten goed begrepen. Daar werd in samenwerking met proefstation voor de groenteteelt gewone drainages omgevormd naar pijlgestuurde drainages. In tegenstelling tot klassieke drainages die constant water afvoert, kan men door pijlgestuurde drainage het pijl van het water zelf regelen. En kan het water in periodes van droogte dus worden opgehouden in de bodem. Omvormingen van pijlgestuurde drainage hoeven niet altijd complex te zijn. Soms kan het zelfs heel gemakkelijk zijn en is de drempel heel laag om die omvorming te doen. Zo is er op de meeste percelen komen de drainagebuizen reeds aan in een moerbuis. Dan moet er ook wel een regelput geïnstalleerd worden. Op sommige percelen bestaat het zelf al. En daarin kan je dan een regelbuis plaatsen. En met die buis kan je eigenlijk zelf bepalen tot welk waterpeil dat je wilt dat het vanaf welk moment dat het water eigenlijk wordt afgevoerd. En dat heeft als voordeel dat je lokaal je waterpeil wat kan verhogen. Dus dat elke bui die erin komt, dat dat niet wordt gedraineerd tot op het niveau van je drainagebuizen, maar dat je het net pas draineert op een hoger niveau. We kunnen ook nog een stapje verder gaan en dat is subirrigatie. Dat is dat je eigenlijk je hele drainagesysteem gaat gebruiken, niet om water af te voeren, maar net om water aan te voeren. Als er bijvoorbeeld dan een heel intense bui is, dat je dat wateroverschot net optimaal gaat gebruiken om door je perceel het water te laten infiltreren of te bufferen
in dat perceel. Het voordeel voor de land- en tuinbouwer is in drogere zomer een hogere productie of minder beregeningsbeurten. Dat komt doordat je het grondwaterpeil lokaal kan verhogen, waardoor de planten ook een deel van hun waterbehoefte kunnen inlassen via capillaire opstijging. Ook bij tuinbouwbedrijf Gebroeders Verkamme wordt er in de toekomst slimmer met water omgegaan. Tijdens piekdebieten zullen zij oppervlaktewater uit de Itterbeek opvangen in een waterbekken. In het verleden was hier al een aantal keer wateroverlast. En toen dacht ik van ja, misschien moeten we daar iets op verzinnen. Ik zag toen de mensen van het proefstation, het regionaal landschap en de POM. Toen kwam er eigenlijk een projectoproep van waterlandschap. En dan dachten we van zie, we kunnen daar misschien een extra waterbassin creëren om eigenlijk daar zo extra water te gaan opvangen dat afkomstig is uit Itterbeek en de Haagbeek. En dat wij kunnen extra bufferen bij piekdebieten en dat wij dan als het droog is kunnen gebruiken om te gaan irrigeren op onze gewassen. Het is dan eigenlijk een win-win, zowel voor ons als landbouwer, maar ook eigenlijk voor de natuur en de biodiversiteit. Omdat we dat waterbassin zouden aankleden met een soort van rietveld, zodanig dat er ook weer rietvegetatie, rietvogels op kunnen afkomen. Ik hoop dat dit toch gerealiseerd kan worden binnen dit en twee jaar. Op zich, eens dat we van start kunnen gaan, denk ik dat het wel heel snel kan gaan. Want het is uiteindelijk afgraven, dan een soort buffer voorzien en dan die heel mooi aanplanten. Een aantal knotwilgen dat langs de beek extra kunnen aangeplant worden, zodat dat landschappelijk meer ingekleed kan worden. En dan is het tevens een rustpunt voor onze zorgboerderij, omdat naast landbouwbedrijf zijn wij ook een zorgboerderij. En daaraan zagen wij ook wel een win-win, omdat eigenlijk de mensen naar ons komen voor een zinvolle dagbesteding, maar op het landbouwbedrijf het soms wel vrij hectisch is voor bepaalde mensen. En dan kunnen ze eigenlijk naar daar komen om eigenlijk te genieten van de stilte en dan een soort therapeutische werking eerder, wat dan nog een extra win is voor ons. De drie voorbeelden die we vandaag hebben gezien op het terrein, die tonen aan dat we echt ook wel zelf aan de slag kunnen gaan. Deze tuinbouwers die hebben eigenlijk hun buren en gemeenten aangesproken om zelf eigenlijk aan de slag te gaan voor zichzelf, maar ook voor hun omgeving. Ze vangen eigenlijk overtollig water op tijdens natte periodes, zodat ze op die manier wateroverlast kunnen voorkomen. En dat water, dat schaarse water, kunnen ze dan later eigenlijk gebruiken, inzetten voor hun voedselproductie, maar ook voor onze natuur. Er is wel veel enthousiasme bij landbouwers om iets te ondernemen, maar er is ook wel samenwerking dan nodig. Omdat het eigenlijk enkel op hun perceel niet altijd vanzelf gaat, moeten ze eigenlijk dan samenwerken met bijvoorbeeld bij ons dan waterloopbeheerders of PITPA. Maar ook de gemeente heeft ook vaak iets te zeggen. Dus we hebben echt wel nood aan verschillende partners eigenlijk. Ja, land- en tuinbouwers die rond hun waterproblematiek aan de slag willen gaan, die kunnen bij ons terecht. Zowel voor, dat kan gaan om advisering, kan ook gaan in een aantal gevallen om financiële ondersteuning.